Wat ik hoop dat er in de laatste race gaat gebeuren, ja, is natuurlijk de afsluiter toch altijd wel belangrijk. Dan hoop ik altijd wel op een podiumpje. Want de laatste race is altijd de race die ze het langst blijven bewaren. Dus Sepang, ik wil een beker mee naar huis. Wat hoop je dat er in het laatste raceweekend in Sepang gaat gebeuren? Nou, kijk, voor mij is het gewoon zo dat ik moet zorgen dat ik nog een van deze rakkers weet te behalen. En ja, dat is eigenlijk Sepang een uitgelezen mogelijkheid voor. Bekers, dat is het doel. Ik heb mezelf voorgesteld om 5 bekers te halen dit seizoen. Dat wordt een beetje lastig. Ik sta nu op 1. In welk werelddeel ik het liefste race? Ja, weet je, dat maakt me eigenlijk niet uit. Ik heb het altijd wel heel erg naar mijn zin in Japan, omdat ik daar ook 5 jaar gewoond heb. Maar de Nürburgring heb ik het ook altijd wel naar mijn zin. Maar weet je wat, als ik dat toch moet kiezen, doe maar gewoon Azië. Wat neem ik mee naar volgend seizoen? Ja, dat is heel, heel, heel erg veel. BTCR is niet te vergelijken met nationale series of andere Europese toerwagenkampioenschappen. Dit is gewoon het hoogste van het hoogste. Het allerbelangrijkste is het teamwerk, het samenwerken met het team. Daar heb ik enorm veel lering uit getrokken. En het vertrouwen in elkaar hebben, het vertrouwen in jezelf hebben, dat heb ik ook teruggevonden gelukkig. En dat neem ik allemaal mee naar volgend seizoen. Of ik een vast ritueel heb op het moment dat ik aan de race begin? Nee, eigenlijk niet direct. Nee, niet dat ik weet. Meestal stuur ik even een groets heb met de familie. Maar jongens, ik ga weer aan de bak en dan krijg ik terug wel een bekertje pakken, papa. Dus ik denk dat dat het is. Heb ik vaste rituelen voordat ik aan een race begin? Nee, ik heb niet echt vaste rituelen. Ik zit het liefst zo kort mogelijk in de auto voordat ik start. Ik wil gewoon eigenlijk met mensen een lolletje maken. Af en toe even wat dingetjes bespreken. Maar eigenlijk is het niet zo dat ik eerst de linkerschoen vast doe of dan de rechterschoen of dat soort dingen. Nee, dat heb ik zeker niet.